Zo, so, ik ga niet eens wachten tot er mensen kijken. Ik ben echt heel boos. Ik ben bezig met de Squid Game, want in mijn geboortestad moest daar een pop staan. En dan had ik nog een nummer van de burgemeester van Rotterdam. Blijkt nog steeds dezelfde te zijn trouwens. Vroeger boekte ik voor Iva van Opstelten. Maar nog steeds. Dus ik heb een bericht gestuurd. En ik heb vandaag een antwoord. Er heeft namelijk op het eendrachtsplein. op 17 oktober. een levensgrote pop gestaan. met twee of drie van die rode mannetjes. met zo'n driehoek of een rondje erop. Mensen die die serie hebben gezien weten waar het over gaat. Het is een serie waarin mensen die schulden hebben. een spel gaan doen. en denken dat ze geld gaan verdienen. En bij het eerste spel merken ze. Dat als je het spelletje niet voldoet. Dat je doodgaat, dat je doodgeschoten wordt. Oké, okay. ik heb antwoord van de gemeente. Maar ze zullen me ook nog bellen, maar dat komt later. zal ik ook op Facebook zetten. Geachte mevrouw, ik heb uw mailtje ontvangen over een vergunning die wij hebben afgegeven op het Eendrachtsplein voor 17 oktober 2021. Deze vergunning was een promotieaanvraag, wait for it, van Netflix. Zij bezoeken meerdere steden in Nederland en hadden op bovengenoemde datum een vergunning aangevraagd in Rotterdam. Wij oordelen niet over de inhoud van een promotievergunning. Ik had u graag een telefoon. Dus benaderd, maar u heeft geen telefoonnummer vermeld. Nou, dat heb ik gegeven, dus ik zal nog gebeld worden. Maar. De NTR gebruikt dit in promotiefilmpjes: gevaccineerde, ongevaccineerde. John de Mol wil. De Squid Game ook gaan doen. Zal waarschijnlijk niet meer doodschieten zijn, maar het gaat wel gebeuren. Waar zijn we mee bezig? Dit zijn MK Ultratechnieken. Wanneer is het gebeurd dat Netflix een serie of een film in verschillende steden ging promoten? Dit is geen grapje meer, dit is geen spelletje. Dit is echt geen spelletje. Nee. Wakker worden. Stoppen met die kombaya en gele plutjes. En gewoon het binnenhof omzingelen. Tot ze weggaan. Tot alles overhoop is. Want de rechterlijke macht bestaat ook al niet meer. Dat is zo rot als hout. Want ja, uiteindelijk gaat de Squid Game echt worden, denk ik. Of je blijft die kikker in die kokende pan. Die gewoon lekker wacht. Netflix, die gewoon. Een vergunning in de gemeente Rotterdam heeft. en nog veel meer steden aandoet. om de Squid Game te promoten. De NTR gebruikt het. De VPRO gebruikt het. John de Mol gaat een serie maken. MK Ultra technieken? Of niet? Laat het weten. Nou, ja, ik doe er sowieso niet aan mee. Maar die pop die wil ik niet meer zien. Wel druk maken over een galg. Maar die pop van drie, vier, vijf meter hoog, ik ben er niet geweest, die mag gewoon blijven staan. Hoe dan? Nou, ik weet van wie de pop is. De pop is van Netflix. En die gaat het hele land door. Het is zo'n lief poppetje toch?